Hi. Kwam je ook wat zeggen? Kwam je ook wat zeggen? Kijk, hier ligt nog een stukje. Ja, dat is nog een stukje zoete aardappel. Hier nog een stuk zoete aardappel. Ja, daar zijn we weer. Het is vandaag woensdag en het is al laat. Tenminste, het heet laat. 2:08. Ja, en ik ben boos. Ja, niet op jullie, niet op mezelf, niet op de diertjes. Nee, en ook niet op Rebecca. Theezorg was er dus voor werk. Die werken langs elkaar heen. Ik heb vandaag dus zonder huishoudelijke zorg gezeten. Dus ik heb er achteraan gebeld. Wat hadden ze gedacht? Rebecca, vrijdag vrij was in plaats van vandaag. En hebben ze voor vrijdag hebben ze een extra hulp, tenminste een invaller gedaan. Maar vrijdag komt Rebecca gewoon. Dus heb ik geen extra hulp nodig. Vandaag moet ik komen. Dus ik krijg vrijdag Rebecca. En zouden ze in eerste instantie ook die andere hulp doen, omdat ze elkaar afwisselden? Wat is dat voor flauwekul? Daar schiet ik vandaag niks mee op. En vrijdag is Rebecca er. Dus dan hoeft er niet een dubbele ding gedraaid te worden door twee personen. Nee. Er moet gewoon nu gewerkt worden. Maar ze hebben niet. Ook daar hebben ze te kampen met de zieken. En hoeft het niet corona te zijn, want ook de griep begint weer. Ik noem maar op, de R zit weer in de maand en iedereen wordt weer ziek. Lopen de neus, niezen, hoesten. Nou, doe ik geen mondkapje voor en dan blijf ik ook niet voor thuis. Nee. Maar oké, ik ga Rijke uitlaten en dan bind ik mijn jurk weer bij elkaar vast. En dan zal ik sowieso met de vaatwasser even beginnen. En dan kan de afwachten denk ik wel in. Ik denk dat ik wel haast genoeg heb. Ja toch? Ja. Ik ga eerst een bakje koffie maken en dan kan ik mijn koffie afkoelen. Dat ik weer thuis ben. Dat kan ik gelijk opbrengen. Lekker. Hé Rijke? Ja. Dus dat gaan we doen. Want ik heb wel zin in een bakje. En als ik dan thuis kom en het dan klaarmaak, dan duurt het nog weer langer, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze van het prachtige mooie weer. Want wat willen we nou nog meer? Het is super mooi. Het is hier ook volgens de geleerde 21 graden buiten. Dus ideaal, ik doe wel dat jasje, dat staat hier totaal niet bij. Ik doe deze rode vest erbij, die past beter erbij, ja. Ik heb net al gekeken, maar dat zwart-witte jasje staat er niet bij. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet, doe ik ook. Geniet bij jezelf. En als je mijn vlog wilt zien, hoop ik dat je dan ook kan genieten van mijn vlog. Ja, vind ik helemaal leuk. Duimpje omhoog als je het leuk vindt. Ja, vind je het niet leuk, nou dan laat je het maar, ja. Duimpje omlaag mag ook, maar ik bedoel, ik zie toch niet jullie namen erbij. Nee, dan moet je ook reageren. Vind ik nog veel leuk. Krijg je er ook antwoord op. Ja, duimpje en reageer. En als je die dan doet, ook reageren. En dan zeg je maar waarom je het niet leuk vindt. Ja, dan probeer ik het voor de volgende keer speciaal voor jou wat anders te doen. Ja, toch? Maar oké, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed. Ik ga Rijke uitlaten. Ik zou zeggen tot later. Doei! Ja, lieve vrienden. Ik heb daar weer heerlijk schoon en prachtig en glimmend en ja, het is keurig. De vaatwasser die draait. Onder die twee theedoeken, daar staan schone vazen. Maar dat moet daar weer bovenop. Maar daar wil ik het eerst schoon hebben. En dan moet dat ook nog in de vaatwasser gedaan worden. En wat er niet in kan, omdat het te groot is. Dat moet even met de hand. Ja, maar ik wil dat daarop schoon hebben. Ja, echt waar.
Hi. Kwam je ook wat zeggen? Kwam je ook wat zeggen? Ja, nou, en dan ga ik zo meteen mijn nageltjes eventjes weer schoonmaken en weer opnieuw lakken. En ook mijn nageltjes van mijn tenen ga ik weer even doen. Ja, dat vind ik wel eventjes leuk. Even tijd voor mezelf, toch? Ja. Dus ik ga die kant op en ik moet even een oud handdoekje meenemen. Dat is die. Die is al oud. Dus die is nog van mijn mama geweest. Ja. Dus dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik laat het resultaat wel weer zien. Want het is nou niet mooi meer, hè. Vies onder de nagels. Ik doe er wel, denk ik, weer roze op. Ik weet het nog niet. Ik zie wel. Het moet hier ook bij staan. Dus ja, ik kijk wel even wat ik erop gooi. Ja. Zwart staat ook overal bij. Dus ik zie wel even, ik weet het nog niet wat ik doe. Maar in ieder geval, laat de resultaten zien. Ze zeggen tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik heb één hand klaar. En dan moet ik de andere hand dan doen. En dat wordt rand. Ja, want ik ben recht en mijn linkerhand is klaar. Dan moet ik dus straks mijn rechterhand doen. Ik ben niet links. Nee, dat wil je niet weten. Maar in ieder geval. Voilà. Ik hoop dat jullie het zo een beetje kunnen zien. Misschien een wit papiertje er even achter. Misschien valt het nog meer op, hoop ik. Ja. Ja, netjes toch? Nou, moet die nog. Ja. Maar het weer begint ook te veranderen. Ook niet leuk. Nee. Bewolkt, dicht, triest, grijs en grauw aan weerszijden al. Ja. Ik vind het niet leuk. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Nee. Nou moet deze hand drogen. En dan komt er nog een of ander vernislaagje eroverheen. En dan moet het weer drogen. En dan moet die doen. Ja. Dus ik ga eventjes onder tussendoor even nog wat anders doen op de computer. Dan kan deze even fatsoenlijk drogen. En nou ja, wanneer het klaar is, dan laat ik het jullie weer zien. Eerder niet. Dus het komt wel goed. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben klaar met mijn nagels. Voilà. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ja, nou de duimen, daar ben ik ook niet een ster in. Allebei niet, want die heb ik een paar keer overnieuw moeten doen, die. Mijn nagels van mijn tenen, daar ben ik ook niet goed in. Nee, helemaal niet. Ik vind het afschuwelijk. Ik vind voeten sowieso geen mooie apparaten. Ik noem het altijd apparaten. Hoi! Dus ja, ik vind dat niet echt mooie voeten. Voeten, dat zijn bij mij mijn loopapparaten, ja. Ik vind voeten van een mens op zich, in het algemeen hoor, van geen één. Ik vind voeten niet mooi, nee. Het is niet mijn ding waar ik op let. Nee, ik let op de ogen. Ja, dus. En daar. Het hartje, als die maar goed is. Maar dat is niet de zin. Nee. Dus ja, nou ja, dat is klaar. Ik ga weer opruimen heen. Dan kan ik verder weer aan het werk, want het is ook alweer 18 minuten over 4. Ik heb nog niks gedaan op de computer. Ik zou het wel gaan doen, maar ik denk nee, ik ga door. Ja, dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder. Dat ga ik ook doen en we zien elkaar straks nog wel weer. Ja, ik zou net zeggen, ik ga nog een bakje koffie maken. En de boel dus opruimen. Ewen die loopt dat te snuffelen eraan. Maar oké, maakt niet uit. Mag ze. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Ja, lieve vrienden, het is al dus reeds avond, hè. Ja, het is al 19:32 uur, dus het is 19:30. Dus het is 19:30 geweest. En ik heb mijn eten voor mijn neus.
Ik had nog zoet aardappeltje over. Dus dat heb ik nou gebakken. Je ziet het denk ik amper terug, want ik heb er ook ui bij en groenten erbij. Kijk, hier ligt nog een stukje. Ja, dat is nog een stukje zoete aardappel. Hier nog een stuk zoete aardappel. En eigenlijk is dat worst wat je op de barbecue legt. Maar je kunt het net zo goed bakken. En het smaakt over heerlijk. Ja, wijntje erbij. En koffie erbij. Ja, ja. Dus ik wens jullie allemaal natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond toe. Ook namens die twee. En de andere die is boven. Ze hebben allemaal al eten gehad. Behalve ik nog. Ben er dan mee bezig. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En laat vanavond uiteraard wel rusten. En meer gezond doen opstaan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!